Dames en heren, sportvrienden, we presenteren hier vandaag de ploeg voor Lotto Destiny voor Omloop het Nieuwsblad. Arno De Rie, Brent van Moer, Cedric Beurens, Florian Vermeers, Frederik Friesel, Jasper De Buis en Victor Kampenaar. Dès que je suis arrivé à Denia, début janvier, j'ai senti une très bonne énergie déjà. J'ai le sentiment qu'il y a moins de complexes, on est capable. On le voit dans les briefings sont clairs, les questions sont justes, les ambitions sont partagées. Il y a un vrai engagement de chaque personne dans l'équipe. Mais ce n'est pas que les coureurs, c'est des directeurs sportifs qui ont trouvé aussi une forme de liberté d'action pour justement travailler avec leurs compétences. J'aime pas parler de défauts, j'aime bien parler de points de progrès. Naar de buitenwereld toe was het misschien een moeilijk moment om over te nemen. Je bent inderdaad gedegradeerd uit de World Tour, maar anderzijds waren we ervan overtuigd dat er in deze groep veel talent zat. Forcément un peu des attentes, mais j'avais aussi des attentes en personnel. C'était un programme pour arriver en confiance avec Valencia et Bessèges, pour acquérir beaucoup d'expérience et de confiance pour arriver aux premières classiques. Arnaud is in mijn ogen een uitzonderlijk type, omdat hij het is een zeer nuchtere jong, het is een echte Ardennees en je weet wat hij wilt. Enerzijds lijkt het een gemakkelijke jongen, maar anderzijds heeft hij ook wel echt een mening en dat maakt één dat hij kwaliteit is voor een leidersfiguur. Pour l'instant, entre guillemets, j'ai gagné que des petites courses. Sur les grosses, il ne me manque pas grand chose pour en gagner. Mais voilà, une World Tour, ça, c'est pas en claquant des doigts que tu vas la gagner. La course se joue dans le mur de Gramont. On n'est qu'à 7 secondes de l'homme de tête qui est Dylan Van Baarle. Si les faits de course font qu'on est dessus, au-dessus du mur, c'est une course différente. Et là, il y a plus possibilité de jouer la victoire. Ja, de manier waarop de Arnaud tweede werd in de omloop, niet alleen die tweede plaats, maar hoe dat hij daar rondreed, was wel ongezien. Als ik kijk naar de wind en het parcours, zal het toch geen sprint zijn met een grote groep. En het zal een hele zware koers zijn vandaag, dus we kijken er naar uit. Problème aux jambes, mal les jambes d'hier.
If you expect that three riders are going to close the gap on five riders that are initially better, then I don't know how you see it. Ik was van achter al heel de tijd. Ik heb gezien. En dan ik kom, in één keer. En dan ik moest weer. Ja, geen probleem. Ik kon hier. Ik kon niet. Geen probleem, vriend. Ja, maar sorry, man. Nee, maar. Ik wou voor u. Ja, weet maar. We zijn niet op een gegeven moment. Nee, maar. Geen probleem. Ça va? Une saison réussie pour moi, ce sera effectivement avec un nombre de victoires important, mais pas uniquement que un ou deux coureurs, c'est qu'on ait des résultats avec un ensemble de l'équipe. Je kan geen ploeg bouwen op één iemands rug, die is niet sterk genoeg. Milan is iemand die heeft ook in onze eigen jeugdwerking gezeten, jaren geleden. En daar rendeert echt, hij voelt zich super in de ploeg, hij presteert. Dus dat is een prachtig verhaal eigenlijk. Le fait d'avoir cette capacité de pouvoir donner la chance à tout le monde, de créer cette bascule intellectuel et psychologique chez un coureur, pour moi ça c'est un vrai signe de réussite. Merci. Ik had Milan vorig jaar ongeveer halverwege het jaar aangesproken, omdat ik wel vond dat hij een renner was die bij onze ploeg zou passen. Hey! En Milan heeft die open plaats eigenlijk met verven vervuild. Ja. Ik denk niet dat we dat konden laten liggen vandaag, zo'n ploegprestatie. Ja, ik denk dat we ieder zijn steentje heeft bijgedragen. Dus we waren altijd goed aanwezig. En, ik denk ook vanuit de auto dat het wel echt een goede motivatie was om telkens zo ons naar de punten te loodsen. Ja, ik ben super tevreden. Dus op naar de volgende. Pierre Vandewoever a fait quand même depuis des années beaucoup de travail avec ses équipes au niveau de l'équipe de développement. On en touche aujourd'hui les fruits. C'est quand même assez unique. Ben voilà, je pense que c'était important de passer par cette phase-là. Début de saison, on était parfait. Et là, je pense que ça m'a fait du bien aussi de prendre un peu une claque. Parce que voilà, si tu as 21 ans, tu es tout le temps là et tu gagnes. Tu te dis que le vélo, ça devient facile et tu peux avoir changement dans ta tête. Si on est à droite, on y va à droite. Toi, t'as voulu prendre. Eerste keer dat ik hem echt geïrriteerd zag, omdat zijn parcours niet vlekkeloos mee verliep. Maar dat is nodig. Là, tu sens que le petit détail fait la différence, surtout en course World Tour. Il y a des choses qui sont bonnes, moins bonnes, mais on travaille tous dans le même sens. Être meilleur demain par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Si t'aimes bien la glace, j'ai un ordre. Ah. Gracias. Très bien. Oh, merci. Oui, là. Bon, j'y vais alors.
monte deux fois comme on avait dit ou pas? Fais-le, ouais. Je pense qu'on a bien, j'ai bien reconnu les passages délicats de San Remo. Parce que voilà, on connaît tous ces pièges avec le placement, les bosses, Poggio Cipressa et aussi Cabo Berta qu'on a reconnu. On se retrouve samedi 18 mars pour Milan San Remo, mais bien sûr, on sera motivé. The ideal scenario is we're getting onto Via Roma with a long sprint with Caleb on the wheel. We're in a fucking good position to win this bike race. But we just have to be really attentive coming off the Poggio. Oh. You're all in a very good shape and this is a very good team, so go for it. Ja, dat is de beste en de positie van Roma. Het staat weer heel erg, maar ik heb dat te groot in de Valais. Pas trop sans bon. Je savais que je n'arrivais pas dans une top forme. Mais voilà, on ne sait jamais. Des fois, tu peux avoir un coup de mieux. Et on a essayé. C'est pas passé, mais bon, il y aura des deux, trois. Sorry, that's not possible to go faster. Sorry, I think. I mean, it's easy to say when you didn't make it, but I think if I was there in good position and I made that little split, that I could potentially follow those guys because, yeah, I felt like I was cruising on the climb. So, yeah, I'm disappointed that I feel like I didn't get to really open up. Yeah. Thank you for effort, boys, again. Notre jour au paradis. Si on garde cette même régularité, avec encore une fois ce nombre de coureurs qui apportent son lot de satisfaction, je pense à Milan Menten, je pense à Frédéric Frison, je pense à Cédric Bellens. L'expérience aidant, la force va s'accentuer et on doit construire cette base solide pour le futur aussi. Florian of Brent. Die halen een goed niveau, maar die hebben dit jaar een stap gezet. En Frederik is al iets ouder, maar die blijft groeien. Het is een mooie weer voor mij, dus ik ben er super blij. You know what, I think he loves these conditions, so it's definitely in our favour today. Focus. De bus van je gewinde rechter, maar je rechter niet.
Ik ben toch blij dat ik kort bij dat podium ben. Vierde is natuurlijk wel zuur, ik had liever derde geweest, maar ja, ik heb er alles aan gedaan. De voorlaatste Kemmelberg en de laatste Kemmelberg denk ik dat jullie echt met z'n 3-4 van de ploeg in de juiste positie zaten. Stuart kwam ook al heel sterk over de ploeg. Si on regarde cette équipe maintenant, c'est un autre niveau de l'année passée. Tout le monde est encore un an plus vieux, plus expérience, plus fort. Voor Frederik is het goed uitgedraaid dit jaar. Twee vierde plaatsen in de pannen en een Gent weer van hem. Een groep aussi très très motivé. Je pense qu'on l'a vu durant toutes les classiques où, où chaque fois on essaie de donner le meilleur pour nous. Ik denk in de breedte zijn we ook sterker geworden. Met renners die weliswaar vorig jaar al in de ploeg zaten, maar die hebben nu gewoon een ontwikkeling, een natuurlijke ontwikkeling doorgemaakt. Meer ervaring, meer maturiteit. De ploeg groeit. Niet genoeg sterke op de sterke jongen, zoals Laporte en Tijbenoot. Maar ik denk we doen een super mooie wedstrijd zoals de Broek. Dus ja, ik denk het is een zevende plek. I think we can be proud of ourselves. Also direction Tour of Flanders, which we're gonna apply a whole other tactic. We can be quite confident. Anyone else want to add something? Say. Brugge, zeg eens allemaal vriendelijk. Goedemorgen, Florian. Oh, je pense que la malchance, ça arrivera. Une fois c'est pour nous, une fois ce sera pour les autres. We mogen ambitie hebben, we zijn sterk in de breedte, we mogen ambitie hebben, dus dan mag het ook uitgesproken worden dat er die dag meer in zat. Dat zijn de feiten. We zien zeker, zoals bij Florian, een grote progressie. Dan spreken we over iemand die effectief top 3 kan rijden in een Ronde van Vlaanderen. Si on garde cette même atmosphère, ce même esprit de conquérant, d'engagement, encore une fois, on s'aperçoit que les résultats sont là. The 12th, 34th and 35th, we can be quite proud on the result today. So it's been years ago, as we said yesterday in the meeting, that we do such a great classic season. Ik had toch gehoopt op een top 10, maar dat is altijd de sportman in mij die altijd een beetje beter wil. Maar 12e plek is ook heel goed, zeker gezien de koers dat ik gereden heb, ben super tevreden. Ja, ik denk puur fysiek en qua lichaamsbouw ligt Parijs-Roubaix met mij misschien nog iets beter. Pomoudier! Pomoudier! Il fait chaud, je vais rouler comme ça. On va encore attendre le flamand, hein. Tout le temps pareil. Regardez-le. Ah, le beau garçon. C'est mon coiffeur qui était malade. Ouais, il a la fièvre, hein, ouais. Ça va pas aller. Le taureau de l'écheret, l'ami de Daniel Monjas, Arnaud
de Lille. We hebben natuurlijk een supersterke ploeg. Onze Nicolas zei het net nog in de bus. Ik denk dat we morgen de sterkste ploeg hebben die we de laatste jaren al hebben opgesteld. Tu as qu'une fois par an où tu passes autant de pavés sur une course. Bah, si tu as peur d'avoir de marchands, je pense qu'il faut mieux rester à la maison. Het verandert er eigenlijk niet veel. Het blijft de positionering en het gevecht richting de strook blijft altijd hetzelfde. En, het is een overlevingstocht onder elke omstandigheden. C'est une course qui a les mêmes caractéristiques que moi, un peu guerrier, et c'est ça que j'aime bien. Habibi, comme tu roubais. Paris-Roubaix, je pense que j'ai appris beaucoup sur... c'est jamais fini, parce que voilà, si je n'ai pas ma crevaison à 2 km, je joue à 15e place. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé avec moi, puisque j'ai crevé à Rambert. Ik had de benen op de 10e rijden vandaag en dan mee te zijn met die groep. Dat we niet gingen vooraan, dat al zijn fout was en hebben we de goede groep gemist. Wat er maar vanuit gesprint voor plaats 10. Hè. Wat er niet meer bij komt, geconcentreerd voor de 10 hè, Flore. J'ai été déçu sur un Paris-Roubaix où j'estime qu'on méritait beaucoup mieux et je m'étais peut-être fait, ou du moins j'avais mis des ambitions trop élevées. Il y a des conditions de course qui font qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ja man, vrijdag gedaan. Wat zijn voor jou de grote lichtpunten van de voorbijcampagne? Bevestiging van de Lee. 2 vierde plaatsen van Frederik Frison. 12e plaats van Florian Vermeers. Overwinning van onze nieuwe renner, Menten, Samijn. En misschien nog meest van al, bevestiging van onze Walse kern. Van Eetveld, Van Hils, Eenkoren, die ook wel echt goed bezig is. Kroon, een Monique die ook nog gaat komen. Dat zijn jongens die echt bewijzen dat ze aan een mooie opmars bezig zijn. We are hoping for the win. I don't know which place I'll get, but we tried everything and we will keep going the next 3 races. I think it's like, well, every time I go to the race, I look forward because the atmosphere is nice. I feel home. It's difficult to say, okay, what is due that you feel home, but we really take care of each other. Ik zit vooral bij de klimmersprogramma, maar hier is echt wel een familiale sfeer. En inderdaad, vroeger was je ging naar de ploeg, maar nu ga je echt wel naar de vrienden. Het soort van, ja, misschien is het wel een cliché om te zeggen, maar ja, de familie. I think the atmosphere now, we are, especially Maxime and me, have been together for quite many years. And of course we have our fights. I remember in Tour de Suisse, first time we did it in 21, we could almost even not look at each other. Ja, dat is echt, we waren echt water en vuur in het begin. Ik kon hem echt niet uitstaan. Ik vond hem echt een verschrikkelijke kerel. En nu, ja, we zijn altijd beter en beter overeen beginnen komen en de prestaties helpen natuurlijk ook wel. Zo, Maxime. Ja, ça va met u? Ja. Whenever. We have to be together. Ik zal eerlijk zijn, ik was de Amstel begonnen met een klein beetje een bang hartje. Kroon in de Brabantse pijl niet echt 100% overtuigend. Een beetje tekort gekomen in de finale, wegens omstandigheden. Maxime Van Gils ziek geweest, Brabantse pijl gemist. Dus Amstel was zo'n beetje een punt zo van, ja, er was geen 100% zekerheid of de ploeg er wel ging staan. Amstel is natuurlijk een moeilijke koers, omdat dat een heel atypisch wedstrijdscenario kan zijn. Dat kan van ver zijn, dat kan van helemaal in de finale zijn. Ja,
You were close, but not close enough. Et le podium était juste là, il revient sur Pitcock, il finit dans la roue. Ah. Well, congratulations. Thank you. Last year we were like World Tour and this year Pro Team and we have two guys in top 10 and you are also in the final. And for example, I'm still, I got fourth. It don't mean that next year we will win, but it means that we are this, the right way and hopefully we can get the win next year or the year after us or 1 year. I don't know when and maybe I sit here after 10 years and it never came. But if we keep trying and do our best, I think one day it will happen, I'm sure. J'arrive ici avec énormément de motivation, d'autant plus que c'est mes routes. Je connais très bien les routes, il y aura énormément de supporters. Et voilà, j'espère un peu me montrer et j'espère que les gens seront présents dans le final aujourd'hui. Alhoewel, spelen ze elk jaar een beetje hetzelfde wedstrijdscenario. En dat is een wedstrijdscenario dat met heel goed licht, heel kalm blijven, lang opwarmen en dan in de finale naar boven knallen. Met een heel goede dag mogelijk is. Top 5 en misschien top 3 of beter. Wachten, maar ik kan je verzekeren, het is een lastige koers. Het is heel een dag duwen. Ja. Twee keer de muur van groeien en dan nog van de tijd. Zo. Het is best een zwaar koers. Kwantiteit was groter vorig jaar, kwaliteit ligt nu veel hoger. Hebben we vandaag minder overwinning dan vorig jaar? Ja, maar om eerlijk te zijn, wie ligt daar wakker van? In Amsterdam 2 top 10's. Vlees 1 top 10. Last year we were nowhere. We moeten op twee vlakken meespelen, zowel kasseiklassiekers als klimkoers. Op het grote werk dat we daar ook effectief aanwezig zijn en liefst met een goed resultaat. En momenteel is dat aan de gang. Ik denk dat we daar aardig zitten als je afgaat op de resultaten van de voorbije weken en we hopen dat zondag opnieuw te kunnen bevestigen in Luik-Bastenaken-Luik. Dan denk ik dat we op beide terreinen goed zitten. We really have to be in good position in the crucial moment. And you know if you take top 5. Je komt naar boven en nog in de UCI ranking, hè? Dat is een I think this is the biggest victory you can have this season. Let's go. Uzi. No, you don't do it here? Okay. We decided to stop it. That's it. Oh, classic move, bro. Sorry. J'avais un rêve pour les trois prochains mois, ce serait de continuer sur cette même régularité collective. Komende maanden, het belangrijkste is deze groep bij elkaar houden. Gagner des courses. Nog meer gaat winnen. Puis de briller sur le Tour de France.